Na de eerste twee weken van de bergtraining werden er op drie locaties koudweerspelden uitgereikt aan hen die in winter- en bergtraining succesvol hebben volbracht. De dag waarop hij lang heeft gewacht, is er dan eindelijk. Het uitreiken van de koudweerspeld. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we hier te maken hebben met een hele mooie training. Ik heb aan het begin heb ik gezegd tegen u, want ik wens u slecht weer, horizontale regen, horizontaal sneeuw en hagel. En ik wens u hoge bergen. Natuurlijk zijn er mannen geweest die het zwaar hebben gehad. Maar ik zag doorzettingsvermogen, ik zag hardship, ik zag teamverband. Echte dingen die wij graag willen zien bij het Korps Mariniers. En ook bij de Luchtmobiele Brigade. Ik ben er trots op. Ik breng een toast uit op alle expeditionaire eenheden, zoals de Luchtmobiele Brigade en de Mariniers. En ik zeg daarbij voor de komende 14 dagen, stay in line with me. En bij ons is toch redelijk uniek dat een infanteriekopie luchtmobiel deze twee trainingen volbracht hebben met als resultaat deze aantallen koud weerspelden. En uw commandant heeft het al gezegd dat de mannen daar trots op mogen zijn. Dus wat dat betreft vervult mij dat ook met een goed gevoel. Even een vraagje, wat vond je van de training? Ik vond hem serieus pittig. Ja, pittig. Noorwegen was voor mij pittiger, omdat ik totaal niet kan skiën. Maar voor de rest lekkere training. En wat voor je het zwaarste onderdeel tijdens deze twee weken training? Deze twee weken training, ik denk vandaag. De regen, de wind, daar word je wel gedemotiveerd van. De kerels moet je meenemen, gemotiveerd houden. En de trein was wel pittig. De 14e ondersteuningscompagnie reikte het koudweerspeld uit bij het Commando Memorial te Spinbridge. Daar waar ruim 70 jaar geleden Engelse commando's trainden in het verplaatsen, leven en overleven in dit onherbergzame terrein. Dank u wel. Dank u wel. Goed, hè, gaat? Ja, dat is mooi zo. Dank u wel.